Ja, als je naar de interimmissie kijkt, hè, dan zie je vandaag een vrij behoorlijke koerssprong. Dat mag ook wel op dit niveau, maar dat betekent uiteindelijk, denk ik, dat de speculanten en met name de hedge funds die de laatste maand de koers fors gedrukt hebben, nu langzaam maar zeker weer terugkopen zijn, omdat ze vanavond, als de ex-datum afgesloten is, niet meer de claims willen bijbetalen volgende week. Dus ik denk dat dat een technisch gebeuren is en dat het even los staat van het fonds, maar dat eigenlijk de markt beïnvloed wordt door de technische handel van speculanten en hedge funds. Ja, als je kijkt de emissie op zich, hè, waarbij je zegt 4 nieuwe aandelen op 1 oud, vind ik het een zwaar overdreven plaatsing. Wil zeggen, met 2 nieuwe aandelen op 1 oud had je dat makkelijk kunnen halen naar mijn idee. Maar goed, dat is niet anders. En als je dan moet zeggen waarom, dan denk ik dat dat uit de koker van de banken komt. Wil zeggen dat zij gezegd hebben dat ze alle stukken zouden opnemen die zouden overblijven, dus niet gebruikt voor de claimemissie. Dat ze dus wat dat betreft waarschijnlijk gedacht hebben dat we maar zo min mogelijk moeten opnemen en dan de fee kunnen gebruiken die we hebben zonder er wat tegenover te doen. En dan denk ik dat dat overaantal van aandelen dat geplaatst gaat worden, dat dat eigenlijk het gevolg is van het feit dat de banken niet in dit verband, naar mijn idee, meer op samenwerking hebben gedacht, maar gewoon gedacht hebben hoe kunnen we verdienen. Ja, ik denk dat de aandeelhouders de dupe zijn van deze ontwikkeling en dat wat dat betreft het stempel dat de banken op de langjarige ontwikkeling hebben gezet heel groot is en eigenlijk naar mijn idee te groot. Betekent dat je als belegger volgend jaar een verwatering krijgt, wil zeggen ruim 440 miljoen aandelen. Wil zeggen dat je wat dat betreft, als je dan uitrekent op de normale verwachte winst, en dat is op een lagere marge dan vroeger, dat die normale verwachte winst per aandeel ongeveer 35 à 40 cent wordt. Dan zou je bijna zeggen met een normale koers-winstverhouding, nog wat onder druk gezien de ontwikkelingen, maar van 8 kan je al makkelijk uitrekenen dat je dan ruimschoots op de 3 euro per aandeel komt en misschien nog wel wat meer. En dat je wat dat betreft eigenlijk een kansrijke ontwikkeling krijgt en dat mag ook wel na de ellende die we gehad hebben. Ja, ik houd aandeel op aanbevolen, hoewel natuurlijk ook wel pijn in mijn hart over de afgelopen jaren en de koersontwikkeling. Maar het bedrijf, 30.000 man in Europa, is goed, is gezond. Problemen lagen in de boekhouding, niet in de producten, niet in de diensten. En ik denk dat we zullen zien in 2014 en 2015 dat het bedrijf weer gewoon gezond doordraait.